In veel podcasts zie je tegenwoordig zo'n apparaatje. Ik heb er zelf geen eentje. Maar dat is een rond houten schijfje. Dus er zitten haakjes aan weerskanten. En je kunt dat omklappen, die haakjes. En ik weet ook niet hoe zo'n ding heet. Maar in ieder geval, het is bedoeld om te kunnen stoppen. Mending, zeg maar. Voor sokken bijvoorbeeld, maar ook voor ander textiel. En stoppen op een manier dat je... Ja, mijn generatie kent dat nog wel van onze oma's. Dat je eigenlijk een soort van weefseltje maakt bovenop iets wat kapot of versleten is. En dat werd vroeger heel vaak bij sokken gedaan. En dan met name natuurlijk bij zelfgebreide sokken. Want ja, als je heel veel energie en werk gestoken hebt in het breien van een paar sokken. En er komt een gaatje in. Dan kan het lonen om dat te stoppen. Bij gekochte sokken is dat meestal niet het geval, hè? Want die slijten dan vaak helemaal. Dan worden ze helemaal dun. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik draag alleen zelfgebreide sokken. Ik heb er behoorlijk wat. En ik koop wel altijd, moet ik eerlijk zeggen, goede sokken wel. En sommige van mijn sokken, daar heb ik eens eventjes over na zitten denken. Maar daar heb ik zeker zo'n 12 jaar of zo zijn die meegegaan. Nou, als dat dan eenmaal een beetje versleten is, dan doe ik ze weg. Want dan denk ik, dan zijn ze zo lang meegegaan, dan ga ik die moeite niet doen. Maar tegenwoordig is het ook hip om een beetje zichtbaar te gaan herstellen. En niet alleen bij sokken, maar die techniek wordt ook wel toegepast op bijvoorbeeld kleding. En dan juist zo dat het heel erg zichtbaar is. Dus vroeger moest je... Als je iets wilde repareren, dan moest dat zo onzichtbaar mogelijk. Maar tegenwoordig is het een beetje hip om dat juist heel opzichtig te doen. Dus stel, hè, er zit een klein dingetje, gaatje, je spijkerbroek of blouse. En dan kan je dat op verschillende manieren herstellen. Hè, stel, hier zit een scheurtje, dan kan je zeggen van nou, ik leg het goed tegen elkaar aan. Ik plak er vlieseline achter. En in dezelfde kleur garen ga ik dat zo onzichtbaar mogelijk doen. Of een lapje erop van dezelfde kleur. En zo onzichtbaar mogelijk vastzetten. Dat kan. Maar nogmaals, tegenwoordig is het juist een beetje hip om dat heel zichtbaar te doen. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik neem juist een heel afstekend lapje. En ik ga dat erop rijgen. Dat laat ik in een volgende video zien. Maar je kan ook stoppen. Zoals dat vroeger ook wel bij sokken werd gedaan. En daar gebruiken ze dan, tenminste steeds vaker zie ik ze verschijnen, zo'n apparaatje voor. Nou schijnen ze bij de Chinese groothandel niet zo duur te zijn, maar ik heb ze bijvoorbeeld op Etsy gezien. Dat is best een hoop geld. En het kan ook zonder. En dat ga ik laten zien. Ik ga gewoon op dit lapje een stop maken van een, in dit geval een draadje sokkenwol. Je kan ook borduurgaren nemen. Dunne katoen, wat je maar in huis hebt. Het is wel handig als het een beetje stevig is. En een beetje slijtvast natuurlijk. Nou, ik had gewoon zo'n restje sokkenwol met allemaal kleurtjes erin. Want het is de bedoeling dat het juist opvalt. Nou, stel je voor, hè, hier zit mijn beschadiging. Ik heb hier wat vlieseline achtergestreken om het wat steviger te maken. Het is gewoon een restje wat ik voor patchwork gebruikte. Dit was te klein om nog een zeshoekje uit te kunnen snijden. En ik teken even, hè, stel hier zit je beschadiging, dan teken je ruim eromheen, teken je dan een rechthoekje, vierkantje. Het is wel het handigst om een beetje rechte lijnen te doen. Dit is trouwens een verdwijnstift. Nou ligt mijn hele huis vol met verdwijnstiften, maar bij deze verdwijnt gewoon de inkt na een poosje. Als het in het daglicht ligt. Dus na een paar dagen is dit zo weer... verdwenen, zeg maar. Het blijft net lang genoeg zichtbaar om je werk te kunnen doen. En daarna dan verdwijnt dat inderdaad onder invloed van licht. Ik vind dat heel handig, vooral bij patchwork. Nou, wat de bedoeling is eigenlijk van zo'n stop, dat is eigenlijk gewoon een weefseltje. Waar je spant dus draden, zo, en daar ga je dan doorheen weven. De andere kant, de haaks erop.
En die stopjes, die draadjes, die zitten dus aan de randen, zitten ze door de stof heen. Nou is het de bedoeling dat die draadjes waar je doorheen gaat weven, dat die zo dicht mogelijk bij elkaar gaan zitten. En dat moet je even weten hoe je dat moet doen. Nou, ik heb hier mijn vierkantje getekend. Ik begin een beetje in de hoek hier. En ik kom gewoon boven. Ik heb een lange naald. Want dat is straks voor het doorweven is dat handig. Ik laat even aan de achterkant gewoon een draadje hangen. Wat je nou zou denken. Hè, want je gaat dus zo. En dan ga je weer terug. En dan ga je weer terug. En de bedoeling is dat die draadjes dus evenwijdig aan elkaar komen. En nou zou je denken dat je dus dan insteekt. En dan vlak daarnaast weer boven komt. En dat moet je dus nou juist niet doen. Want wat gebeurt er dan? Dan krijg je krijgt nooit een steekje wat zo klein is dat het en stevig door de stof zit en dat die draadjes netjes naast elkaar komen. Dat lukt gewoon niet. Je krijgt er dan te veel ruimte tussen. Dus wat je moet doen is, hier zit mijn lijn, maar ik steek ietsje erbuiten steek ik in en dan steek ik hem, ja in dit geval dus wat omhoog, zodat hij vlak ernaast komt. Ik kan hem iets groter maken nog. Zo. En dan steek ik dus niet recht ernaast, maar ik steek in dit geval naar boven toe, zo rond die lijn. En dan krijg je dus, ik heb een vrij lange draad gepakt, want ik moet natuurlijk draadjes spannen. Dan krijg je dus, als je dit aantrekt, kijk dat deze draad er keurig naast ligt. Dus hetzelfde doe ik aan de andere kant. Ik leg hem even zo neer dat ik weet waar ik uit wil komen. Dat is dus hier. En dan steek ik ietsje verder voorbij de lijn. En dan vlak naast mijn draadje kom ik weer boven. Dus je steekt niet opzij, maar je steekt steeds even van beneden naar boven een stukje. En dan komen die draadjes dus heel netjes, nou je kan wel zeggen tegen elkaar aan. Dus, nu wil ik hier een steekje. En ik kom een stukje verder boven. Ik heb een vrij lange dunne naald met een scherpe punt. Waar net een draadje sokkenwol doorgaat. Nou, dit is spijkerstof. En omdat het stretchspijkerstof was. Ik gebruik dit voor patchwork. En omdat dit stretch is, heb ik er vlieseline achter gestreken. Zodat de rek eruit is. Je moet de draadjes niet te strak aantrekken. En daarom die apparaatjes, daar zit een houten cirkel. En daar kan je de stof dan omheen spannen. Met een elastiekje doe je dat, zodat de stof gespannen staat. Nou, hier heb ik vrij stevige vlieseline achtergestreken. En dat is stevig genoeg. Maar je moet in ieder geval zorgen dat die draadjes moeten wel glad en recht zitten. Maar je moet het niet te strak aantrekken, want dan gaat het in elkaar zitten. Dan krinkelt het in elkaar. Nou, de volgende weer aan de overkant. Steek in en ik kom een heel klein stukje ernaast. En naar beneden kom ik weer boven. En als je op die manier de steken spant, zeg maar, die draden spant. Die draadje zit een beetje in de weg. Zo. Dan komt dat aardig eruit te zien. En dan krijg je dus hier kortere en langere draadjes. En dat komt vanzelf met het weven, komt dat wel weer goed. Zo. Ik kan het af en toe even op tafel leggen om te zien. Ziet het nog netjes? Ja hoor. En zo maak je je hele vlakje vol. Ik doe het nu al heel dicht bij elkaar. Het mag een heel klein beetje verder uit elkaar. Zo. En ik zorg steeds dat het plat blijft. Kijk, dit is wel heel dicht. Het zit bijna over elkaar heen. Dat hoeft nou ook weer niet. Je krijgt er vanzelf een beetje handigheid in. Maar je kunt ze wel dichter bij elkaar krijgen als je het op deze manier doet. Nou, en als je dat een beetje netjes doet, dan krijg je dus steeds... Hier, deze zit hoger, wat lager. Dan springt dat zo een beetje in, hier ook. Nou...
Ik maak dit stukje even af en dan kom ik zo weer even terug. Nou, daar ben ik weer. Ik heb eventjes, ik ben even opnieuw begonnen met een wat kleiner stukje. Het is anders voor iets wat ik verder nergens meer voor gebruik. Beetje veel werk. Ik dacht, ik maak hem ietsje kleiner. Ik heb nu de ene richting heb ik gedaan. En nu ga ik er dus doorheen weven. Nou, ik begin even met, hier zit mijn draad. Dus ik steek hem even naar beneden aan de overkant. Dus ik kijk weer even, waar wil ik hem hebben? En daar steek ik hem naar beneden. Zo. Als je een beetje handig bent, dan kan je dit ook in een figuurtje doen, hartje of een cirkeltje. Dan ga je gewoon, je volgt ongeveer de lijn. Dan ga je wat groter en dan weer wat kleiner. Als je een beetje handig bent, dan kan dat. En als je er handig, ja, als je het veel doet, word je er wel handig in. Hier ben ik naar beneden gegaan. Dan kom ik hier weer boven. En nu ga ik er doorheen weven. Op deze manier, zo. En ja, deze draadjes zijn wat langer natuurlijk. Maar ik pik ze gewoon even op. Of ik kan er ook gewoon onderdoor. Ik ga er gewoon onderdoor. Dat is mooier. Omdat deze lange, die zitten aan de buitenkant, die steken nog uit. Dus ik ga er onderdoor, zo. Niet te strak aantrekken. Moet wel naast elkaar blijven zitten. Nou, nu steek ik weer hierin. En ietsje buiten het vlakje. Dus hier ga ik naar beneden. En dan kom ik iets ernaast en naar beneden weer naar boven. Dus ik steek hierin. En ik kom een stukje ernaast. En naar beneden weer naar boven. En nu ga ik weven door de draadjes heen. En dat is gewoon, hier zit ik erboven, dan pik ik deze op. Hier ga ik overheen, onderdoor, overheen, onderdoor, overheen, onderdoor. Dan komt hij bij hetzelfde te zitten als de draadjes die al zaten. Dat is op zich niet zo'n ramp. Want dat was de eerste toer. Als je dat niet mooi vindt, moet je het andersom doen. Zo nou steekt het niet. Zo. En ik schuif het draadje een beetje op, zo. Een beetje naar boven toe. Op deze manier. Zo. Ik heb nu een toer gedaan. Hier zit het uiteindje. Daaronder steek ik in. Naar beneden. En ik kom een klein stukje verder. Vlak voor de eerste lengtedraad kom ik weer boven. Zo. Nou heb ik een zijsteekje gemaakt. Nu ga ik ook weer weven. Maar dan net andersom. Hier had ik onderdoor gestoken in de vorige toer. En hier zat mijn draad eroverheen. Dus nu ga ik het net andersom doen. Nu moet hij hier overheen en hier onderdoor. Dus deze sla ik over, ga ik overheen. Dan pik ik deze op. Onderdoor, overheen, onderdoor. Je ziet dat ik hem even zo oppik. Dat gaat makkelijker. En dan steek je niet zo snel door de draad heen. Want je hebt wel een scherpe naald natuurlijk, hè. Dus ik vind het makkelijk om dat zo te doen. Om zeg maar een beetje, ja, hoe zeg je dat? Opscheppen. Zo. Dat hij meteen aan de bak. Kijk, hier zit ik door de draad heen. Dus ik doe dit even opnieuw. Zo. Je kan het ook zo doen hoor. En als je een beetje door de draad heen steekt, is dat niet zo erg. Als dat maar wel dan op de goede hoogte is. Zo. Dan trek ik eerst die draad erdoor en dan ga ik pas door de stof heen. Eerst zorgen dat hij op zijn plek zit. Zo, niet te strak aantrekken. Ik schuif dit even op en ik zorg dat die spandraadjes ook weer netjes naast elkaar zitten. Dus ik help een beetje met mijn naald. Ik hou mijn duim er een beetje op. Ik schuif dit zo strak mogelijk naar boven toe. Maar ik zorg wel dat de draadjes wel naast elkaar blijven zitten. Dat is wel belangrijk. Nou, ik zit nu hier, dus ik steek hier ook in. En een klein stukje eronder. Hoe? En verderop, naast het draadje, kom ik weer boven. Als die wat draait, moet je hem even helpen. Dat je het niet hard gaat trekken, want dan trek je het in elkaar. Nou, hier heb je dus weer. Je schuift het goed op.
En nu ga ik weer hier overheen, want daar ging ik op de heenweg onderdoor. En ik schuif meteen mijn vorige draadje nog even een beetje op ook. Dus zo, goed er doorheen. Kijken of ze te zien, ik zal even dichterbij. Onderdoor. Het is best een beetje gepriegel, als je er eenmaal handigheid in hebt. Ik zit er nu ook niet zo makkelijk voor. Pik hem op. Ja, zo'n apparaatje, dat maakt wel het weven makkelijker. Denk ik. Ik denk dat dat wel handig is. Maar ik wil gewoon even laten zien dat het ook mogelijk is zonder. Nou, ik schuif dit weer zo goed mogelijk op. Kan je trouwens ook met de achterkant van je naald doen, met het oog. Dat kan je trouwens ook doen, dat is nog makkelijker. Ik steek weer, ik wil hem goed er tegenaan hebben, dus ik steek weer in de stof. En ik kom een klein stukje verderop, vlak daaronder weer boven. En wat je nou ook kan doen, als je niet in de draadjes wil steken, is nog makkelijker. Dan ga je niet dreigen met de punt van je naald, maar met het oog van je naald. Dat is nog beter. Nou, mijn draad zit hier door de stof. Hier ben ik er op de andere kant doorheen onderdoor gegaan. Dus nu ga ik er overheen. En met het oog, dan steek je niet door de draad heen. En dan kan je eigenlijk veel makkelijker die draadjes oppikken. Dat gaat eigenlijk veel beter. Met het oog van de naald dus. Laatste zit hij er onderdoor. Trek de draad aan, maar niet te hard. En ik schuif het weer zo goed mogelijk. Stel nou dat je draad op is. Ik doe nu even net of mijn draad op is. Ik wil hem hier naar beneden steken. Dat doe ik dus ook. Even met het oog van de naald opschuiven. Kijk, dan krijg je dus al een soort van weefseltje. Ik laat het draadje hangen. Ik pak een nieuwe draad. Nou, ik zie hier een stukje grijs. Dat vind ik wel leuk. Kan je ook goed zien wat ik doe. Door de naald. En dan daar waar ik normaal gesproken boven zou komen, doe ik dat nu ook. He, dus ik schuif dit even goed op. Goed tegen elkaar aan. En ik zou dus hier weer boven komen. Dus dat doe ik nu ook. Ik laat weer een draadje hangen. Je kan dit gewoon aan de achterkant even afknopen. Of eventjes terugsteken door die steekjes heen. Dan is het afgehecht. Dat hecht ik later af. Nou, ik kan het ook zo over je vinger vouwen. En ik ga met het oog van mijn naald rijg ik weer om en om, boven onder, door de draadjes heen. Het wordt dus eigenlijk een heel klein, inimini weefseltje. Dat is eigenlijk wat je doet. Zo. Draad aantrekken, maar niet te strak. Even met het oog van mijn naald goed opschuiven. Zodat het weer tegen elkaar zit. En dan kan ik de volgende toer weer doen. Nou, ik maak dit even af, kom ik zo weer terug. Nou, ik heb nu geregen tot ik niet verder meer kon. De korte stukjes, die... Ik zal het even goed aanwijzen.
die hier ophielden. Hè, daar, dit was de laatste toer waar ik de korte, de ingesprongen draadjes nog mee kon nemen. En toen ging, dat kwam ik aan deze kant uit. En de laatste toer heb ik net als bij de allereerste toer alleen door de lange uitstekende draadjes geregen. Gewoon eronder door. En dan is het gewoon een weefseltje. Hier zit mijn draad. Die kan ik nu naar achteren steken. En dan kan ik hem hier onder een aantal steken door doen om hem af te hechten. Dat kan ik ook met de andere draadjes doen. Nou, in principe heb je nu een stop. Wat je ook zou kunnen doen, als je nou toch denkt van nou, ik ga een beetje los en ik wil het nog verder versieren. Dat kan natuurlijk. Dan kan je ook zeggen van nou, ik maak hier omheen bijvoorbeeld een siersteekje. Je zou bijvoorbeeld een steelsteekje kunnen doen. Ik zal even een stukje laten zien. Het is misschien wel leuk om even te laten zien hoe die gaat. Ik vind dat zelf altijd een heel leuk steekje. Als je draad nou heel erg in elkaar draait, hè, kijk dan even welke kant die op draait. En draai dan even met je naald in tegengestelde richting. Net zolang tot hij niet meer in elkaar draait. Dan kan je weer verder, dan gaat je draad niet in de knoop. Hoe gaat die? Het is geen stilsteek. Kettingsteek. Stilsteek kan trouwens ook, maar de kettingsteek, dat vind ik wel leuk. Ga ik zo even een stukje laten zien. Ik leg mijn draad naar voren in een lus. Daar waar ik uitkwam, daar steek ik in. En een stukje verderop kom ik boven. En nou zit die draad dus onder mijn naald. En je ziet al dat hij een lusje vormt. Niet strak aantrekken. En het is eigenlijk wat je ook wel eens doet als je voor de hakers onder ons. Het is een soort, ja, tamboureren wordt het ook wel genoemd. Het is een soort haakwerk, maar dan op stof. Dat kan je met een hele scherpe haaknaald, kan je dat ook doen. Dan haak je eigenlijk een rijtje lossen, maar dan door de stof heen. Maar dit is vrij dicht geweven en er zit vlieseline achter. Dat kan je ook heel goed met een naald doen. Dus je legt het in een lusje. Daar waar je uitkwam, daar steek je ook weer naar beneden. Een stukje verderop kom je boven. Ik was wel een beetje tegen het randje van mijn stop aan. En je trekt de draad voorzichtig aan. En dan zit er dus een... Heb je een lusje gemaakt? Kijk, hier heb je nu twee lusjes. Niet te strak aantrekken. Want dan is het effect van die lusjes weg. Dat is zonde. Dus insteken waar je vandaan kwam. Was dit te zien? Ja. Insteken waar je vandaan kwam. Een stukje verder weer boven komen. Zorgen dat je draad onder je naald zit. Nou, zo kan je er nog een mooi randje omheen maken. Dan heb je een beetje, als je dan niet is gelukt om het heel regelmatig te krijgen, die steekjes. Doe bij mij is het ook niet zo heel netjes. Dan heb je dat meteen weggewerkt, zie je er niks meer van. Ik vind het altijd wel een mooi afgewerkt geheel geven. Ziet er net even wat mooier uit. Nou, je kan op die manier ook gewoon de hoek om. Zal ik ook nog even laten zien. Ik heb hier nu een kettingsteek en nu wil ik deze kant op. Ik kan het ook een beetje rond doen, een beetje schuin. Ik steek weer in. En ik steek gewoon, ik kom boven waar ik naartoe wil. In dit geval maak ik een schuin hoeksteekje. Dus dan steek ik gewoon schuin naar boven. Even mijn draadje weer uit elkaar draaien. In een lusje leggen. Daar waar ik vandaan kom, steek ik naar beneden. En ik kom boven daar waar ik naartoe wil. En dat is hier. Gewoon recht vooruit. Nou, ik had deze wat schuiner kunnen maken. Die is nu een beetje... Sluit niet zo mooi aan. Maar goed. En zo kan je dat dan afwerken. Ik had hem eigenlijk ietsje dichter bij mijn stop willen hebben. Nou, heel netjes wil, dan kan je dat uithalen, maar dat ga ik nu niet doen. Even zo'n simpel randje eromheen. Oeh, dat is wel een beetje een grote steek. Ik ga weer een beetje schuin. Dan krijg je niet van die hele scherpe hoeken. Vind ik wel leuk als het een beetje afgerond is. Soms moet je even helpen, zie je, als die... Zo.
wil eigenlijk een beetje die steekjes die uitsteken, die wil ik eigenlijk een beetje bedekken. Dus je ziet, dit had eigenlijk ietsje dichter, ietsje meer hier moeten zitten. Maar goed, je snapt het principe. En nu je weet hoe ik het dan niet zo heel netjes heb kunnen krijgen, lukt het jou waarschijnlijk wel. Want daar heb je in ieder geval een stukje gezien hoe je het beter niet kan doen. Is ook heel leerzaam, hè? Zien hoe iets niet moet. Vaak onthoud je dat dan ook goed. Dat is mijn ervaring. Nou, zal ik hem nou maar even afmaken? Want hij is nu bijna klaar. Maak ik hem eventjes af. Ik vind het zelf... Het hoeft niet, hè? Je kan het ook laten zoals het is. Maar zeker als je een beetje... juist een beetje opzichtig wil repareren. Of gewoon versieren, hè? Want het hoeft niet alleen maar per se zo repareren te zijn. Maar als je het juist een beetje zichtbaar wil maken. Een beetje, hè? Met een afstekend kleurtje of zo. Dan vind ik het wel altijd leuk als je het een beetje klaar, een beetje netjes afwerkt. En dan kan ik je meteen laten zien hoe je nou eindigt. Want dat is wel, daar is een handigheidje voor. Dat je niet kan zien dat het afgehecht is. Ik wil nu de laatste steek maken. Hè? Dan kan ik zeggen, nou oké, ik doe gewoon zo. Ik steek in waar ik vandaan kwam. En ik kom hier weer boven. Maar dan zit hij er bovenop. En wat ik nou mooier vind, is... Want het gaat steeds, het nieuwe steekje komt er steeds bovenuit. Dus die steek die ik nu ga maken, die moet eigenlijk hieronder zitten. Dat is het mooist. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Wat ik wil, is dat de steek die nu hier komt... dat hij niet erbovenop komt, maar dat hij hieronder komt. He, zoals er steeds de vorige steek onder de volgende zit. Nou, wat doe ik hiervoor nou? Ik ga dus niet insteken en een lus maken, maar ik ga nu even onder deze steek door. Zo. En dan steek ik in waar ik vandaan kwam. Even kijken, ik kan het niet zien. Steek ik naar beneden. En dan loopt die ketting dus helemaal door. En dan kun je dus eigenlijk niet meer zien waar je nou bent begonnen en geëindigd. Nou, dit is een simpel voorbeeldje van hoe je zo'n geweven stopje kunt maken zonder dat je daar iets benodig hebt. Wat je eventueel wel zou kunnen doen als je het lastig vindt of je hebt wat dunnere stof die heel makkelijk in elkaar trekt, dan zou ik zeggen... Neem even iets. Je hebt ook hele ouderwetse stopeieren. Misschien heb je dat wel. Maar je zou ook kunnen zeggen... als je, want dit is maar een heel klein lapje. Maar normaal gesproken... kan ik me zo voorstellen dat je een kledingstuk of iets dergelijks hebt. Dan kan je ook zeggen... Ik neem een glas. Omgekeerd glas. Ik span dat stuk waar ik wil werken... span ik over het glas heen. En ik doe er even een draadje van elastiekje omheen. Dan heb je een gladde ondergrond... kan het niet in elkaar trekken. Dat kan dus ook. Dit is daar natuurlijk te klein voor, maar als je iets groters hebt, dan kan je het heel makkelijk om een omgekeerd glas of een potje of wat je maar hebt, blikje, hè, waar je het omheen spant. Dat werkt wel makkelijker. Kijk, dit is maar een heel klein dingetje en dat kan nog wel uit de losse hand. Maar als je wat groter gaat werken, ik merkte het hier al, als het ietsje groter gaat, dan gaat het heel snel, gaat het toch in elkaar zitten. Dus... Als je stopje hebt van niet groter dan een centimeter of twee, kan je het zo doen, wordt het groter. En ervan uitgaande dat het ergens in een kledingstuk of zo zit, span het dan even ergens overheen. Nou, de achterkant hoef ik eigenlijk alleen maar even om wat draadjes heen, onder wat draadjes heen te steken. Zo. Knip het uiteindje af. En met deze draadjes kan je dat ook doen. Gewoon even door een paar steekjes heen, even terugsteken. En dan is het weg. En klaar is mijn stopje. Nou, ik hoop dat je het leuk en leerzaam vond. Er kwam een keer een vraag over. Hè, over die apparaatjes. En nou ja, toen had ik zoiets van... Ja, dit is eigenlijk een beetje zoals mijn oma ook sokken stopte. Maar dat kan. Je ziet het tegenwoordig wel vaker ook
soms op YouTube ook wel voorbij komen, hoor. Dat mensen dit gewoon heel, ja, op een oude blouse of een trui of zo. En dan juist in een afstekende kleur. Dat kan heel leuk zijn, kan een heel grappig effect geven. Nou, ik hoop dat je het leuk en leerzaam vond. Als je dit nou een leuk filmpje vond, klik dan eventjes op het duimpje omhoog. Ben je nog geen abonnee en denk je, nou, ik wil eigenlijk wel meer van dit soort dingen zien, klik dan even op die rode abonneerknop. Dan maak je mij heel blij mee, mijn kanaal misschien wat groter en het kost je helemaal niks. Dus ik hoop tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doeg!